Als er nu gestemd zou worden, zijn de VVD en de PVV de grootste partijen van Gelderland. Het CDA is de grote verliezer. Het is natuurlijk nooit leuk, maar het is een peiling. Er is nooit een lichaam gevonden. Toch heeft de man die verdacht wordt van de moord op Henk Peters een hoge gevangenisstraf horen eisen vandaag. Het is het enige stukje wat ik kan doen om eens eventjes naar de markt te gaan. Maar dat lukt dan niet. En een Apeldoornse wijk zit zonder bushaltes. Vooral de oudere gebruikers zijn verontwaardigd. Goedenavond, dit is het nieuws van woensdag 26 januari. De VVD wordt de grootste partij van Gelderland, nipt gevolgd door de PVV. Tenminste, als er nu verkiezingen zouden zijn. Het CDA verliest. Dat is de uitkomst van de eerste peiling van onderzoeksbureau Tangram in opdracht van Omroep Gelderland. Ik praat erover met verslaggever Annemieke Schakelaar. Ze zit op de redactie. Ja, Annemieke, de eerste Gelderse peiling, die lijkt toch wel heel erg op de landelijke trend. Ja, dat klopt. Ook in onze peiling onder 800 Gelderlanders geven de meeste mensen aan op de VVD te zullen stemmen. Vooral in het gebied Arnhem-Nijmegen en op de Veluwe is de VVD heel populair. De tweede is de PVV, je gaf het al aan, ook grote winnaar. Is vooral in het rivierengebied populair, daar geeft een kwart van de mensen aan op de PVV te stemmen. Op 3 en 4 staan de Partij van de Arbeid en de SP. En op de 5e plek, dat is opvallend, het CDA. Want het CDA was altijd traditiegetrouw de grootste partij in Gelderland. Nu op de 5e plek, dus voor deze partij een teleurstellende peiling. Ja, het is natuurlijk nooit leuk, maar het is een peiling. We hebben in de komende periode nog 5 weken om heel erg hard aan het werk te gaan. Om ervoor te zorgen dat we die trend weer helemaal om weten te buigen, zodat we weer op de eerste komen. En u staat bovenaan. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. En dat wordt wel altijd geroepen. Maar het is toch heel erg leuk om bevestigd te zien dat ook in Gelderland de VVD het heel goed doet. Voor de SP is het behoorlijk goed. We hebben 4 jaar geleden enorm goed gescoord. Ja, en dit is net zo goed. Dus dat is heel erg hoopgevend. Als ik voor de eigen partij kijk, want dan kijk je dan toch de eerste na, dan viel het me nog mee. Gezien de sfeer die er af en toe rondom ons heen hangt. Dus dan denk ik van, nou, dat is een goede basis om richting 2 maart het verder uit te bouwen. Ja, en de top 3 zit heel dicht bij elkaar. Dus dat wordt heel spannend. Ja, Annemieke, de provinciale verkiezingen zijn vaak niet zo heel erg populair. Er gaan maar weinig mensen naar de stembus. Hoe lijkt dat dit jaar te gaan? Ja, vorige keer gingen nog niet de helft van de Gelderlanders stemmen voor de provincie. Opkomst van 49%. Dat lijkt dit jaar beter te gaan. Nu geeft 67% van de mensen in ons onderzoek aan. Ja, ik ga stemmen op 2 maart. Een heel klein groepje, 6% zegt nee hoor, ik ga niet. En de rest, ruim een kwart, zegt nou, ik twijfel nog. Het is natuurlijk mijn eerste peiling, maar als inderdaad die 67% van de Gelderlanders gaat stemmen, hebben we deze keer een topopkomst. Gaat u stemmen? Ik ga wel stemmen. We gaan wel stemmen, ja. Ja, en u meneer? Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Ik ga altijd stemmen. Ik denk het wel, ja. En dan ga ik op PVV. Nou ja, je hoort het wel een beetje bij natuurlijk waar je op moet gaan stemmen. Dus, hè? Toch? Ja, zeker. Ja. Ik ga zeker stemmen ook. Ik denk wel dat ik verander nou. Nou, ik ga altijd dezelfde politieke partij waar ik sta. Al meer dan 15 jaar. Ja, Annemieke, dus een hoge opkomst die er verwacht wordt. Het is natuurlijk ook belangrijk dat we stemmen, want hiermee bepalen we ook de zetelverdeling in de Eerste Kamer. Houden mensen daar nog rekening mee? Daar houden ze zeker rekening mee. In ons onderzoek zegt de helft van de Gelderlanders, ja hoor, ik kijk bij het stemmen ook heel goed naar wat voor invloed dat heeft op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè. Ook het kabinet kijkt natuurlijk met argusogen naar die uitkomst. Want die willen graag een meerderheid in de Eerste Kamer die gelijk is aan de meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, 23% van de Gelderlanders zegt, nou nee, ik kijk daar niet zo naar. Ik stem gewoon op de partij waar ik altijd op stem. En de rest, ruim een kwart, zegt nee, ik kijk niet naar die landen. Uitkomsten. Ik zoek echt de partij die volgens mij het beste is voor mijn provincie. Annemieke Schakelaar vanaf de redactie. Dankjewel. De politie doorzoekt nog steeds de loods in Wijchen waar gisteren een inval is gedaan. Zo'n 20 rechercheurs zijn nog altijd druk met de inbeslagname. Gisteren rolde de politie een groothandel op in materialen voor henneptelers. De bestelde 40 vrachtwagens van gisteren zijn bij lange na niet genoeg. Er liggen zoveel spullen in de loodsen dat er meer vrachtwagens nodig zijn. Gisteren vond de politie ook nog 2 ton aan contant geld en 8 wapens. De 4 verdachten zitten vast en worden binnen 2 dagen voorgeleid.
Zijn lichaam is nooit gevonden. Toch gaat justitie ervan uit dat Henk Peters uit Doorwerth is vermoord. Een 41-jarige man uit Oosterbeek wordt hiervan verdacht. De zaak diende vandaag voor de rechtbank in Arnhem. Amateurfotograaf Henk Peters verdwijnt in 2009 tijdens de Koninginnennacht in Arnhem. Zijn lichaam is nooit gevonden, maar het Openbaar Ministerie vindt dat er voldoende bewijs is om de Oosterbeker tot 18 jaar cel te veroordelen voor de moord op Henk Peters. Juist zijn zwijgen over de toedracht maakt hem in de ogen van justitie schuldig. En als er iets anders zou zijn gebeurd dan moord, dan zou het heel logisch zijn om daar wel wat over te zeggen. Maar nu hij helemaal niets zegt en datgene wat hij heeft gezegd is leugenachtig, dat is gewoon duidelijk, dat liegt hij, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dat er geen lichaam is gevonden, betekent niet dat er geen bewijsmateriaal is tegen de verdachte. Zo is er bloed van het slachtoffer in zijn auto gevonden en had hij spullen van Henk in zijn bezit. Voor de nabestaanden is de eis van 18 jaar niet hoog genoeg. Hij had levenslang moeten krijgen. En wat de dader nou krijgt, dat is niet genoeg voor ons. Omdat wij levenslang met leed zitten. Waar is Henk en wat is er gebeurd? Dat is het ergste. Je kan er niks meer. Je weet niks. Je kan niks. Je kan het ook niet afsluiten. De advocaat van de verdachte eist vrijspraak, omdat er te weinig hard bewijs zou zijn. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Een asielzoeker die verbleef in het AZC in Oldebroek is overleden nadat hij gisteravond is neergestoken. De politie heeft de vermoedelijke dader aangehouden. In dit centrum brak gisteravond een vechtpartij uit tussen de twee mannen. Een man van 31 jaar raakte ernstig gewond na messteken. Hij overleed later in het ziekenhuis in Zwolle. De verdachte, een 22-jarige man uit een ander opvangcentrum, is opgepakt. Waarom de mannen ruzie kregen, is niet bekend. Een wijk met veel ouderen en een goede busverbinding, dat lijkt logisch. Tot vorige maand dan. Toen werd in de Apeldoornse wijk Kerschoten de buslijn verlegd. Een woonwijk met veel ouderen moet het nu doen zonder openbaar vervoer. Het is maar een trieste bedoeling, deze opgeheven bushalte bij zorgcentrum De Veenkamp. Veel ouderen die in of in de wijk rond het zorgcentrum wonen, kunnen niet meer met de bus. Maar is dat erg? Ontzettend. Het is het enige stukje wat ik kan doen om eens eventjes naar de markt te gaan. Mensen die klagen hier niet zo. Ik vind het knudden. Mijn dochter zit vlakbij me. De bus kan ik niet meer nemen. Ik bedoel, je zit hier in een bepaalde wijk van ouderen. En dan gaan ze dat weghalen. De Veluwelijn van Sintes is vorige maand verlegd. De provincie vond de route niet goed, omdat het busverkeer regelmatig werd opgehouden door de drukte bij de winkels in de Koninginnenlaan. Overdreven, vinden de ouderen. Hier heb je dus echt niet zoveel verkeer. Het is een kort gedeelte eigenlijk waar de winkels zijn, waar je dus langzamer moet rijden en een beetje moet oppassen. Maar verderop is het ook geen probleem. Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart om de 5 haltes die in de wijk gesloten zijn weer open te krijgen. En dat is vlot, want er zijn ook mensen die nog niet eens weten dat de haltes dicht zitten. We hebben regelmatig, staat mijn man op een sigaretje te roken. Dan staan er mensen. En mijn vrouw komt niet hoor. Nee, zegt ze dan. Ja, er komt nooit meer. Nou, nooit meer, zegt ze dan zo heel verbaasd. Nee, ze is afgeschaft. In de wijk is alweer een nieuw zorgcomplex in aanbouw. 1 voorziening is daar alweer verdwenen. De bushalte. Bent u 75 en woont u in Doesburg? Dan komt er binnenkort een huisarts bij u langs. Zometeen meer. Een lading hout zorgde vanmorgen voor een ravage op de A15 richting Nijmegen, tussen de afslag Andelst en knooppunt Valburg. De vrachtwagen met hout botste op een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond. De weg was een paar uur afgesloten. 16 tips over een overval op een bejaard echtpaar in Beuningen. Deze zijn binnengekomen na de tv-uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. 3 mannen, verkleed als Zwarte Piet, overvielen begin december het echtpaar. Daarbij zijn ze geslagen met een vuurwapen. Volgens de politie waren de overvallers op zoek naar wiet. De SP in Zevenaar is een handtekeningenactie begonnen tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis op het terrein van voormalig sigarettenfabriek Bad. De partij vindt het ongepast om veel geld aan een nieuw gemeentehuis te besteden, terwijl er zoveel bezuinigd moet worden. De SP ziet liever een verbouwing van het huidige gemeentehuis. De bankrekening van een bejaarde vrouw uit Doesburg is geplunderd nadat zij het slachtoffer is geworden van een babbeltruc.
Iemand deed zich voor als bankmedewerker en wist haar pincode en pas te ontfrutselen. En vervolgens haar geld. De bruinvis die gistermiddag is aangespoeld op het strand van Texel is overgedragen aan het Dolfinarium Harderwijk. Het dier is Sienke genoemd en kan hier opknappen. Het is de bedoeling dat ze weer wordt uitgezet in zee. Jaarlijks spoelen tientallen bruinvissen aan op de Nederlandse kust, maar slechts één of twee overleven het. In de zaak van de vermoorde Apeldoorner Pim Overzier zijn geen gerechtelijke fouten gemaakt. Dat zegt de commissie evaluatie afgesloten strafzaken. Die onderzocht de zaak op verzoek van een steuncomité van de veroordeelde Henk Haalboom. Hij is tot 20 jaar cel veroordeeld. Pim Overzier is in 2001 vermoord. Lawaaisporten zoals motocross en schietsport moeten van de Veluwe verdwijnen. Dat schrijft de Gelderse Milieufederatie in een brief aan terreinbeheerders, gemeente en provincie. Die verlenen vergunningen voor een motocrossterrein bij Ermelo en een schietterrein bij Elspeet. Twee jongens van 14 en 16 zijn gisteren aangehouden voor betrokkenheid bij de brand van een scoutinggebouw in Maurik. Op oudjaarsnacht brandde het scoutinggebouw volledig uit. De jongens zijn gisteravond weer naar huis gestuurd. Er moet een onderzoek komen naar de gevolgen van de aanleg van het derde spoor bij Tricht. Dat heeft de gemeenteraad van Geldermalsen besloten. Ook een mogelijke tunnel en de eventuele overlast moet worden onderzocht. Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. Alle 75-plussers in Doesburg krijgen binnenkort bezoek van een huisarts. Die willen weten hoe het met ze gaat. De huisartsen doen dit in samenwerking met de Nijmeegse Radboud Universiteit. Het is een onderzoek naar het welzijn van ouderen en wat voor zorg ze nodig hebben. In Nederland zijn 7 van dit soort projecten om de ouderenzorg te verbeteren. Maar dit is een seniorenwoning. Hebben jullie geen persoonsalarm of zo? Dat zit hier niet? Nee, van als er wat is? Ja, die middelste knop. Ja. Het echtpaar Bremer heeft zich opgegeven voor het ouderenonderzoek in Doesburg. Door gesprekken proberen doktersassistenten erachter te komen hoe het met de groep 75-plussers gaat. Zo kun je in ieder geval zien hoe de mensen thuis wonen en ook kijken of de mensen kwetsbaar zijn of niet kwetsbaar zijn. En daar op inspringen. Zo komen de assistenten erachter dat mevrouw Bremer last heeft van duizelingen, maar dat ze daar nog niet voor wordt behandeld. Gisteren was dat. Toen ben ik van de trap geduveld. Dat was minder leuk. Ja, daar heeft u wel eens vaker last van, dat u dat overkomt ineens. Ja. Ja, maar ik heb er geen medicijnen voor. Ik heb er ook niet om gevraagd. Een typerend antwoord vindt de Doesburgse huisarts Bax, die de leiding heeft over het onderzoek. Ouderen zoeken vaak pas hulp als het te laat is. Inmiddels heeft de zorg en de medische wetenschap is natuurlijk een heel stuk verder gekomen. En die kunnen vaak toch een heel veel kwale zorg bieden. Waardoor het leven van ook een ouder iemand veel aangenamer kan worden. Alle gegevens die de vraaggesprekken opleveren worden geanalyseerd en uiteindelijk verspreid onder huisartsen. Als bijvoorbeeld ineens blijkt dat ouderen klachten heeft over eenzaamheid of dat ouderen zijn financiële zaken niet meer op orde heeft, dan kunnen we bijvoorbeeld de ouderenadviseur erbij aan. Dus wij gaan proberen dus de juiste zorg dan in te zetten. En heeft u thuis zorg, mevrouw Ladage? Nee. Nee, helemaal niks? In april wordt een nieuw onderzoek gestart, maar dan onder 70-plussers. De gemeente Zutphen die pikt het niet en die stapt naar de rechter. Het gemeentebestuur vindt het onacceptabel dat het Openbaar Ministerie het kantoor in Zutphen wil sluiten. Het Openbaar Ministerie wil namelijk naar Arnhem toe. En dat is tegen alle afspraken in, dat vinden ze in Zutphen. Het Openbaar Ministerie zit nu hier. Vanwege uitbreiding zouden ze het 100 meter verder liggende gebouw erbij krijgen. Dat is de afspraak die 5 jaar geleden is gemaakt volgens de gemeente. Maar door bezuinigingen ziet het OM van de verhuizing af en wil het zelfs helemaal weg uit Zutphen, naar Arnhem. De burgemeester is daarom boos. Ja, ik ben heel kwaad geweest in dit proces. Vooral toch wel door de manier waarop eenzijdig een besluit wordt genomen en dat werd ons eigenlijk alleen maar meegedeeld. En daarom stapt de gemeente naar de rechter. Een goede zaak, vindt de Zutphense ondernemersvereniging. Want als het OM wegtrekt uit Zutphen, kost dat de stad geld. Ja, het is met name niet alleen het OM, maar het is ook daaraan gekoppeld advocatenkantoor, zakelijke dienstverlening, alles omheen. Ik denk dat je dan moet rekenen in bedragen van miljoenen, ja. Ook de Zutphenaren willen dat het OM gewoon in Zutphen blijft.
Het is een middelpunt in de stad, althans een belangrijk punt in de stad. Natuurlijk werkgelegenheid. En het hoort bij Zutphen. En neem alleen maar het gebouw dat er prachtig uitziet om dat zomaar leeg te laten lopen. Dat is schandalig. En als hier op een gegeven moment al investeringen zijn gedaan om het OM hier een goede plek te bieden, dan is het bijzonder slecht dat dat nu vanuit Den Haag wordt teruggedraaid. Zolang de zaak onder de rechter is, wil het Openbaar Ministerie niet reageren. Het kort geding tussen Zutphen en het OM is begin volgende maand. En dan nog het weer. Casper Hootsen vertelt wat we kunnen verwachten de komende dagen. De winter morrelt de komende dagen aan de deur. Sterker nog, hij komt eigenlijk gewoon zo hoppakee binnenzetten. Het wordt echt koud. Vandaag was het nog een overgangsdag eigenlijk, met bij de start van de dag hier een prachtige plaat trouwens, bij zonsopkomst bij Zutphen aan de IJssel. Andere plekken zagen er een stukje grijzer uit. Maar wat overeenkwam was de temperatuur, want die lag op de meeste plekken zo rondom het vriespunt. Dat bij de start van de dag. De komende dagen zijn dat zo'n beetje de maximumtemperaturen rond nul. Het is dus echt even winter. En die koudere lucht die komt vanuit het noordoosten, met name later vannacht, binnenzetten. Ja, verder is het één grote wolkenmassa momenteel. Maar er zitten wel wat gaatjes zo hier en daarin. Dat hebben we vandaag al gemerkt. En uiteindelijk komt er vanuit die hoek ook een bredere opklaringszone binnenzetten. Met dan de koudere lucht. En dat gebeurt zo aan het eind van de nacht. Dat betekent dat in de tussentijd, ja, eerst er wolkenvelden zijn, wat kleine gaatjes, net zoals vandaag ze vanuit het noordoosten kwamen overschuiven zo af en toe. En dat pas later de echt koudere lucht met de opklaringen binnenkomt. Dat gebeurt zo ongeveer halverwege de nacht. Dan begint het allemaal zo binnen te komen. De temperaturen, ja, 1, 2 graadjes onder het vriespunt. Maar als ze dan eenmaal overdag helemaal in de koude lucht zitten, dan wordt het niet heel veel warmer. Wel prachtig weer. Wat verspreide kleine wolkenplukken. Nou, in de Achterhoek kan het even net wat meer aan elkaar klonteren. Misschien ook wel op de Veluwe. Maar verder, grootste deel van de tijd ook daar gewoon zon met wat kleine wolkenplukken. Bovendien blijft het gewoon overal droog. Een hele, hele fraaie dag met temperaturen die in de koude lucht overdag niet of nauwelijks oplopen. En dat betekent dit soort maxima, een echte winterdag met prachtig weer en een doorstaande matige noordoostenwind. Vrijdag een dag met nog meer zon. En ook zaterdag ziet er prima uit. Dan begint het kwik al een beetje op te lopen. Maar kijk eens naar de nachten. Die zijn echt wel heel erg koud. En pas op zondag en de dagen daarna, dan is het weer ietsje zachter. Maar voorlopig op en top winter met heel veel ruimte voor de zon. En dit was het nieuws van vandaag, waarin u zag dat de Gelderse stemmers de landelijke trend volgen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zijn de VVD en de PVV de grootste partijen. En in de Apeldoornse wijk Kerschoten reed altijd een bus, maar nu niet meer. Vooral oudere gebruikers zijn daarvan de dupe. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen dan vraagt de politie uw hulp in het oplossen van een straatroof. Ik wens u voor nu nog een fijne avond.